De laatste trein tussen Nijmegen en Kleef reed in 1991. Maar er wordt regelmatig gediscussieerd over de terugkeer van deze verbinding. Onlangs is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit project. Maar de terugkeer van de OV-verbinding zou het einde van de draisine betekenen. Bij deze toeristische attractie kan je op een fietstrein over het oude spoor fietsen. Duits onderzoeksbureau Spiekerman concludeert het onderzoek dat een treinverbinding tussen Kleef en Nijmegen weer mogelijk is. Dit zal ongeveer 2 miljoen euro kosten, maar wel zal dit gevolg hebben voor de draisine die hier rijdt tussen Kleef en Groesbeek. Die stillgelegte Strecke, da wird ja schon seit Jahren immer mal wieder darüber gesprochen, dass die wieder reaktiviert wird. Das wäre für die Draisine natürlich von Nachteil, wenn die Draisinenstrecke bzw. wenn die Gleise wieder reaktiviert werden für Personenzüge und so weiter, dann wird der Betrieb der Draisine eingestellt werden müssen, weil das kann man nicht kombinieren. Hoewel zo'n 25.000 toeristen per jaar op de draisine afkomen, draagt volgens het onderzoek een goede treinverbinding tussen Kleef en Nijmegen bij aan een welvarende toeristische sector. Erstmal is het zo dat, wenn die draisine niet meer hier existiert in Kranenburg, dat die kommunen ook einbußen hebben. We hebben im Jahr circa 23.000 und 25.000 Fahrgäste, die aus ganz Deutschland kommen, beziehungsweise nicht aus ganz Deutschland, aber aus einem Umkreis von circa 100 Kilometer. Das Gleiche ist in den Niederlanden genauso. Und man darf bei dem Ganzen nicht vergessen, dass diese Fahrgäste, die von außerhalb kommen, dass die natürlich auch die einzelne Städte wie Kranenburg, Kleve und auch Groesbeek, dass das der Wirtschaft gut tut, dass die Leute auch Gelder hier lassen. Das ist gut für die Gastronomie, wenn wir fremde Leute haben. Und das wäre natürlich ein enormer Nachteil. Deze inwoner uit Nijmegen denkt niet dat het rendabel zal zijn. Als die op zich gewoon zou verdwijnen, dan zou ik dat jammer vinden. Maar ik denk dat het alternatief om die trein terug te brengen, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan moet je dwars de Groesbeek of je zou hem om het dorp heen moeten leggen. Nou, dat is een investering die gaat gewoon niet gebeuren. Dus dan is het zonde van het geld. En dan kun je beter bijvoorbeeld geld steken in een betere busverbinding of zo. Als je dan toch iets wil met de OV, ik zie dat niet gebeuren. En dan is dit een prima toeristenvoorziening. Op dit moment is er al een OV-verbinding tussen Emmerich en Nijmegen. Dit is een bus die ongeveer een uurtje daarover doet. Met de trein zou je 2 keer zo snel zijn.